Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloed speciale, leuke, rare, gekke vlog. Het is vandaag 11 januari. Het is precies vandaag een jaar en een maand dat wij getrouwd zijn. Ja, het is nu 12:50 en we moeten ergens om 13:30 wezen. Ja, ik weet niet of ik daar mag filmen of vloggen, maar ze weten dat het vloggen zijn. Maar ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Karin Staalman van de Werf. Ik ben Roderick Staalman. Roderick Staalman. Hij is dus Roderick Staalman van de Werf voor de nieuwe die nog niet... Die ons nog niet kennen, inderdaad. Nou ja, zoals jullie zien zitten wij dus gewoon weer in de auto. Ja, gisteren ook. Gisteren zijn we dus bij mijn moeder geweest, maar ik had de spullen eigenlijk niet zo goed bij me om te gaan vloggen. En we waren gewoon beide moe. Dus nee, daar ga je ook dus niet vloggen. Nee, nee. Dus ja, we wensen jullie heel veel kijkplezier.
We hebben verse gingerbil met ik met munt en jij hebt met alleen met ijs. On the rocks. Ik zou zeggen, proost. En dat het maar mag genieten. Lekker? Sterk? Even iets anders dan wat mij zeggen. Lekker sterk? Dan word je mooi wakker nu. Het eerste is dus een lekker broodje met roomboter. Rood heeft alweer deels op. Hè, handig. Nou ja, en dan dat. Is lekker. Ja, is handig toch? Zo, en dit krijgen we nu voor ons geschoteld. Voor rood is die wel en wel met zure room, voor mij niet. Spannend. Interessant. Mhm. Nou, ik zou zeggen, probeer. Smaakt het? Ja, smaakt het? Behoorlijk op de smaak. Ja. En die andere? Die? Probeer die eens. Rondjes op zijn niet zo dol, want ja, maar lekker aan. Nee. Dat is dus nou niet eerlijk. Nou, wat ik denk, proeven. Ik wil niet zo. Nee, maar dat is dus met dit proberen. Doe eens weer een beetje erop. Dat is het proberen. En niet alles gelijk denken van, oh, ik hoef het niet, proberen. Gewoon één hap nemen. Je haalt er gelijk alles vanaf. Nou, ik ga ook even lekker eten. Nou, we zitten dus nu hier, gezellig, bij een trap en uitzicht op een keuken. Maar iemand anders, de eigenaar, die heeft dus gezegd en dat we gezellig aan de andere kant daar bij dat tafeltje mogen zitten daar. Lekker op de uitzicht op de keuken. Ja, ik film nou mezelf hoor. Nou, je mag er ook op hoor. Hi. Wil je in het hoekje zitten? Ja, daar lekker in het hoekje zitten ook. Prima. Dus dat wordt nu voor ons geregeld. Handtekening. Nee, ik film je ook niet. Als je het niet wil, en dan film ik je niet hoor. Vloggen? Oh, je bent wat vloggen. Ja. Gezellig. Ja, en maar nou komt het wel in beeld, hè? Oké. Ja, oké. Dat zijn weer Amsterdammers, hè? Lekker open, toch? Ja. Of vind je dit niet zo hier? Toch leuk? Waarom? Ja, dat is inderdaad wat anders. Ja. Nee, maar we gaan ze wel eens een keertje uitnodigen voor Gouda. Oh, zou ik helpen? Ja, nou, wij gaan wachten en dan komt het wel helemaal dikke en prima in orde. Toch? Ja. Thank you.
Oké, ik zit aan een lekker stokbroodje. Ik heb nog ginger ale. We hebben water, champagne. Roos wat aan het opzoeken. En ik zit nog lekker aan een lekkere glas wijn. Een rode wijn. En dat is erg lekker. Zo. Ja. Hoe vind je het? Leuk. Wat? En wat is leuk? De sfeer hier is leuk. Ja. De inrichting, die vaas hier achter jou. Ja, en die vaas achter mij. Ik zal het laten zien. Nee, de dikke grote vaas. Kom, vaas, weet ik het. Zo. Het ergste, ja, voor hem. Het eerste zijn. Oh, ja. Kijk. Het is die van hem. Geglaseerde wortels. Met cardamom, gerookte feta en pistache en een emulsie van heilige basilicum. Heilige nog wel, toch? Ja, dat is een van de Thaise basilicum soorten. Het is rauwgebikkerde snoekbaars met een crème vinaigrette van Madame Jeannette. Okay. Uitjes gemarineerd in sinaasappelsap en bell pepper. Dus dat is spicy hier. Lekker. Smakelijk. Dank je. Ik zal het even laten zien. Ja, zo. Dat heeft dus Roderick. Worteltjes. En dit heb ik. Ja, dan gaan we nu lekker eten samen met jullie. Dat wordt. Ik ga eerst even een glas pakken. Heb jij nog water? Proost. Yes, ja, en ik heb ook water voor mensen. Even water. Ik zal even de glas wijn even uit beeld halen. Eet smakelijk. Nee, het is een beetje. Is dan als het gaat in zuur. Smaakt het? Niet echt. Dat is een beetje wat gaar. Nou, niet per se te zuur, maar een beetje te. Maar het is inderdaad spicy, ja. Lekker. Het is een beetje textuur en smaak. Het is lekker. Nou, volgens mij behouden. De mensen die van groente houden, is die best lekker. Beter behouden. Oké. Ik ben niet zo dol. Neem met saus, hè? Ja, en dat kan je erbij doen. Proeven, zeg je. Normaal, hè? Ja. Lekker eten. Kijk, eten jij? Kip, lekker. Kip, lekker. Ja. Probeer nog even een beetje te eten. Ja, maar dat heb ik ook. In de tussenstand voor jullie. Dat heeft rauw op. En ik heb hem helemaal op. Alleen hij is wel pittig. Nee, ik neem wat water. En ginger ale, want die heb ik nog maar een beetje. En dan zo meteen weer verder. Nou,
Wat heeft Rood toch goed gegeten, zeg? Zo, wat heb jij goed gegeten? Heb je genoeg water bij mij? Nee hoor, de rest heb ik op en gegeten. Ben ik nog lief, hè, voor jou? Ja. Iemand moet het erop eten. Ja, precies. Hey jongens, ik ga even naar de wc. Jawel, ja, ik probeer de asperges te bekijken. Ja, nou prima. Ik ga even naar de wc. Hollandse asperges, ook lekker. Voor degene die van de asperges houden natuurlijk. Nog even een boek in te geven. Ja, ga maar hoor. Blijf maar verwarm. Ziet er interessant uit. Het is een soepie. Soepie. Ik zeg niet wat het is. We gaan kijken wat het is. Wat de smaak. Er zijn een beetje spekjes in. Oké. Okay. Ja, ik zou denken, misschien hadden jullie beter naar Meryl's Piper kunnen gaan. Dan kun je gewoon een kippetje met friet eten, maar ja. Als de vrouw echt een dagje uit wil, dan is het wat anders, hè. Dan moet je natuurlijk ook wel gewoon hier naartoe. Een klein beetje boven. Zuur. 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 Zeeduivel. Oké. Breda. Schelvis. Een redelijk vis in. Makreel. Wel zeebaars. Maar dat die al vis houden. Prima. Ja, vertel. Er zit geen room of melk in. Ja. Het is een soepje. Kijk. Met een beetje spekjes erin. En ik zeg niet waar het van gemaakt is. Spannend. Proef eerst maar. Is goed. Nee, het is een soepje gemaakt op basis van zuurkool. Oké. Maar die wijn die hij net heeft geschonken, ja. En waar komt deze wijn vandaan? Dat is ook erg lekker. Ja, uit de fles, joh. Nee, ik ook. Uit welk land? Of van wie wij komen? Ja, van wie? Van wie? Van Paul. Van Paul. Okay. Nee. Paul Zegveld. Hij woont in Apkoude. Oh. En die importeert wijnen. Ja. Met name uit Frankrijk en Italië. Ja. Ik weet niet of hij ook aan bieren verkoopt. Ja. Opzoeken. Ja. Hallo, ik even, kan je het even opschrijven op je telefoon? Oh, ja. Yeah. Toch? Ja. Ja? ZEK. ZEK, ja. Fino. Oké. Okay. Top. Gaan we even koekeloeren. Oké, nou, daar was ik weer. Ik was dus op en op de herentoilet. Ik was op de herentoilet. Ja. Ja, en met zo'n van die klapdeurtjes, ja, vind ik ze zo. Ik weet dat je een beetje aangeschoten bent, maar dat had nou net niet gevoeld. Ja, natuurlijk wel, dat is toch leuk? Op een... Je komt binnen en je ziet zo'n ding staan. Zou dat een dames toilet zijn? Nou, we hebben dus een soepje. Hij ook. En het is van zuurkool gemaakt. Zuurkool met spekjes. En met spekjes. Dus we gaan het weer zien of het smaakt. Gebaseerd op zuurkool. Ja, gebaseerd op zuurkool, ja. Even kijken. Dat is die spekjes. Er komt geen spekjes tegen. Zuur is het wel, ja. Hier wordt gelijk even op de proef ingesteld.
zuur, ja, zuur komt er. Zet ik weer met die. Ja, is wel aardig. Het is wel een beetje zuur. Ja. Maar wel stoppen. Nog lachen ook. Nog lachen ook. Het is een beetje zuur. Ja. Het is ook zuur komt er. Het is lekker. Een beetje kip komt eruit. Ja. Oké. Okay. Nou, laat lekker staan. Eet hey, doe het in opleven. Kijk hoor, een lichtje in mijn studie. Ja, romantiek. Ja, echt hè. Nog iets broodje, brengen. Lekker. Ja, lekker. Jij wou drinken. Hij is wel lekker, moet ik zeggen. Het is wel even wennen van turen. Ja, maar als je het eenmaal achter in je keel hebt, dan... Daar een beetje peper in. Moet je vragen of ze peper hebben? Dat denk ik wel hoor. En dat ze peper hebben. Zeker heb ik wel. Tuurlijk, een beetje peper erbij. Hij wel. Hoe is het om, omdat jullie ons zien en zien eten en voor de eerste keer? De eerste keer samen gezellig uit eten. Ja. Heel ja, joh. Ah, beter. Dat is duur een beetje. Ah. Hij doet het goed hoor. En maar wie? Waar zitten we nou? Goeie vraag. Ik zeg het niet. Ik ook. Hij is erg lekker. Dat is hier, maar... Mogen we ook rijden boten, meid? Ja. Nee, en we worden hier niet voor gesponsord. Omdat het gratis is eten. We zijn gewoon uitgenodigd. Oh ja, ik heb ook nog wat geleerd van even Patrick. Als je dus rode pepers hebt en die dus uit laat drogen ergens en dan die helemaal insnijden en zo kapot doen met en met een ding erop, met een slot. En dan knoflook erbij en dan olie. En dan krijg je een soort van lekkere, scherpe... gewoon als je iets gaat bakken en dan krijg je al zo'n bijter. Oké. Wist ik ook nog niet hoor. Oké. Zo leer ik ook maar wat. En net zoals van Mayushka, hoe snij je de paprika? Ja. Wil ik ook wel eens een keertje aan hun laten zien. Hoe snij je een paprika? Ja, maar dat is fout. Nee. Ik heb mijn soep op, Broderick nog niet, maar dat geeft niet. Ik heb de helft van gegeten. Nou, dat vind ik heel wat. Goed zo. Hij probeert het gewoon wel lekker voor jou te maken. Dat wel. En zometeen hebben we... Kippie. Hoop ik. Lekker.
hoop ik dan. Want waarom? Zonder groentjes. Waarom? Gewoon lekker kippie zonder groentjes. Oké. Okay. Top. Ja. Erbij een maitake paddenstoel. Gebakken als een soort echt gebraden in de bruine boter. Voor jou een beetje rauwe champignon en truffel. Lekker. En ja, ik zeg, ik probeer het gewoon. En, anders krijg ik een boterham met kaas en met een broodje. Broodje. Met kaas. Een broodje met kaas. Ja, ik ga je versteken. Ik ga je versteken in jouw mes. Ja, ik ga, nee, ik ga je versteken in je mes. Oh. Doe dit thuis dus nooit naar. Dat is paddenstoel. Vind jij wel lekker. Ja, straks. Poetjes, die zijn zo lekker warm. Ja, lekker, dat is heel lekker. Hij ook nog hier. En zo kun je naar elkaar landen. Dankjewel. Dank je. Smakelijk eten. Dank je. Is ook weer een bekende Nederlander. Is dat? Dat is zeker van Nick en Simon, denk ik, of zo. Een bekend gezicht, maar... Maar waar was dat? Ja. Die is erg lekker, die kip. Heel bekend gezicht. Ik zou er meer van maken. Heb ik nog wat eerder gehad? Nee. Dat is verrassend. Mm-hmm. De andere kunnen we laten zitten. Ik moet even nog van die kip. Yummy. Nou, rauw en rood, die vind ik kip dus lekker. Kip lekker, ja. Heel lekker. Kip. Smalle keuken. Nee. Smalle keuken. Ja, zeker. Koude boter. Het is koude boter. Daar wacht ik ook weer te zeggen. Van wat weet ik niet. Nou, dat maakt me niet uit, zeg je over vloggen. Ja. Hoor je toch? Alleen niet in de keuken, maar dat is logisch. Yeah.
Geef me nog maar een wijntje, lekker. Maar die shop is niet, hoor. We moeten wel even ergens bij ons even in de buurt even gezien en een intro opnemen. In plaats hier, want het is hier allemaal duur van proberen. Amuseer jij nog eventjes en de kijkers, dan ga ik nog weer even naar de zee. Kijkers amuseren. Ja. Kippie was erg lekker. Aanrader. Ik ben niet zo van de exotieke dingen, maar dat is eerlijk. Ik zal even het brood laten zien. Erg lekker brood. En het staat erbij. Boter met zout erop gestrooid. Dus, zoute bal. Kaan gaat nu even naar de dames toilet open, niet naar de heren. En die wijn valt daar ook erg goed, dus dat scheelt je. Ik denk dat we straks nog een kaasplankje krijgen. Ja. Van gember kreeg ik iets aan. Maar lekker. Melk en ja, klopt inderdaad, correct. Ik vind dit even online beeld. Kleur dan eventjes op die andere tafel of zo. Lekker hier niet, gewoon kijken. Oh nee, ik zie jou niet in beeld. Nu wel. Zie ik jou lekker wel in beeld? Ik zie jou in beeld, ja, ik zie jou lekker in beeld. Dus ik ga om ergens van een wind buiten te lopen, terwijl we helemaal niet eens wat te doen. Daarom heb ik ook water bij de wijk, hè? Oh. Water bij de wijk, ja. Ja, oh, hier. Nee. Een aantal bij de wijn doen, ja, letterlijk. Lekker sparkling wine. Met bruis. Bruiswijn. Dat is toch lekker. En die wordt een hele lange vlog vandaag. Die morgen online komt. We steeds zorgen aan mezelf worden. Ik ben altijd vrolijk. Dat scheelt je. Blaas op. Nee, niet weg. Jij zat te blazen. Ik moest even ademhalen. Je adem aan doe je inademen, niet uitademen. Ik ben het in. Oh, lucht.
mensen, ik ben niet aangeschoten hoor. Ik ben zo helder, helder als ik weet waar. In de helder. Ik wil zo eens kijken, bij, en bij Bosco. Maar daar zit een hele andere kant op. Hoi. Ja. Wil je daar een bos kopen? Nee. Jammer, maar wil je dat bos kopen? Dat daar stokken is. Ja, maar dat is een plaats naam in Nederland. Oh, yes. En mensen, even ter goede orde. Normaal eet ik nooit, drink ik nooit om 3:30 wijn of zo hoor. Ik drink nooit wijn tijdens het eten. Nee, alleen 's avonds als ik op bed ga. Dan wel. Maar ik voel hem wel aardig zitten. Ja. Ik vind dat geen leuke pauze. Oké, goed. Heb je voor mij nog een leuk mesje voor de stokbrood te besmeren, schat? Of ben ik? Nee, ik vind dat geen leuke pauze. Oh, arme kippetjes. Hoe duur zijn die boeken eigenlijk? Wie is straks vragen, als je terug bent. Ja, maar hij komt niet terug. Jammer. Zo, dit is die goed. Camper. Volgens mij mag je mij dragen zo meteen naar de auto. Weet jij hoe duur die boeken zijn van hem? Sorry? Weet jij hoe veel, veel te duur. Ja, wat is veel te duur? 30 euro. 30 euro. Dessert, dropijs, gembercake en peer. Ik zal jullie een mes. Ja, en nog een mesje voor, en voor de stokbrood ook. Stokbrood? Gewoon brood. Ja, stokbrood, brood. Ik vind het prima voor jou. Dankjewel. Dropijs. IJs. Beertjes. Lekker, beertjes. En dat is nog voor mij, dus dat ga ik eerst eten. En dan ga ik dat eten. Is lekker? Alleen ik voel me aardig zitten met je wijn. Je hebt geen gemakkeken. You, when you are here, you tell us everything, like all the other things, and we can discuss, and then we can explain you which options we have, and you choose another option. Lekker. Je hebt geen gemakkeken. Wel jammer. Nee, omdat ze met mijn lactose rekening houden. Kijk, mama die weet het wel aan het eten, maar jullie niet. Dus ben je benieuwd aan waar we eten? Ik zou zeggen, schrijf het even hieronder. Ik had natuurlijk een pre-dessert ook, hè. Had ik dat koud gezet. Ja, en dat zijn? Het is pannacotta gemaakt van yoghurt. Deze is ruw. Van yoghurt met dennenaldenolie, granitegenaard van tomaten en aardbeien. Oh, en dat moet er overheen? Nee, dat is een pre-dessert. Dat had eigenlijk hiervoor moeten komen. Oh, okay. Maar het is een tweedelig dessert. Dat is ook heel lekker om het achter elkaar op te eten. Oké, dankjewel meis. Makkelijk. Goedendag, dankjewel. Dan krijgen we ook nog iets anders lekkers. Ik ben het alweer vergeten, omdat ik een beetje aangeschoten ben. Ja. Een pre-dessert. Dat is iets met aardbeien. Dat heb ik wel begrepen. Nou, moest ik wel heel snel draaien. Dat is voor de kijkers niet fijn. Lekker zoet? Ja, ik heb hele kleine oogjes, moet ik zeggen. Hele kleine oogjes. Maar als jullie maar genieten, daar gaat ons op. Ja, dat is heel top, ijs. Maar ik ga eerst even roos eten. Ja, dat is het. Als je ergens dropijs wil proeven, dan kun je hier terecht. Nami. Ja, oké. Deze eet je van meteen maar op. Ja. Ja, jij wel.
Jullie mogen lekker met mij meekijken. Ja. Ik ben er wel helder hoor, daar vind ik niet van. Lekker. Ik ga dat erbij doen. Nee, dat gaat niet, mensen. Nee. Zo wel. Ze weten wel in wat ze maken hier. Ja, dat ook. Heerlijk. Ja, maar die is dan wel voor je eigen rekening, hè? Ja. Niet helemaal, hoor. Hè? Niet helemaal, hoor. Voor mij wel. Dan ga ik mijn stokbrood pakken en dan ga ik mijn laatste wijn drinken. Ja, en dat dropijs, en die vond jij lekker, hè? En dat was een gember. Lekker, hè? Ja, voor jou, ja. Nou, ik heb nog wel een beetje kleine oogjes, maar maakt niet uit. Hè? Dat komt door de wijn, zeg maar. Yep. Maar we hebben wel onwijs lekker gegeten. Ja. Voor de chefs. Voor de eigenaar van de toko. Dikke blauwe hond, duim omhoog voor ons. Echt waar. Dankjewel voor je uitnodiging. En ik stuur deze vlog op als hij klaar is ook naar je. Ja. Even kijken hoe wij het hebben gedaan. En ik ga mezelf ook weer delen. Ja. Tevreden klanten. Dus ja. Ja, het was wel een uitdaging voor jullie om iets lekkers te maken voor mij dan. Ja, het was een hele grote uitdaging voor jullie inderdaad. Wat Roderick ook al zei, een hele grote uitdaging om toch iets lekkers te maken voor Roderick. Nou, dat is jullie toch aardig gelukt. En vooral die heerlijke gembertaartje. Vond hij onwijs lekker. Ja. En de kip vond hij lekker. Ja, en brood was lekker. Het brood was lekker. En dat dropijs, verrassend. En dropijs, verrassend lekker. Ja. Dus een shout-out naar jullie, serieus. Ja. Wat ook lekker was, dat is het drankje van jou. Het drankje, ja. En de wijn, dat is lekker. Nee, die andere. Gember. Gember, die bier.
ginger ale met, en met munt. Was ook erg lekker, ja. Alleen dat voel jij weer zeker niet zo. Ik kom wel anders. Ik heb even de buren. Ja, oké. Okay, maar ik vond hem lekker, dus daar gaat het om. Yo! Wij willen jullie heel graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ja, vind je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een belletje achter en laat ook een reactie achter. En weet je nou waar we zijn geweest? Laat het ook even weten. In de comments. En als je het niet weet, laat het ook even weten. En dan komen we daar weer snel op terug. Ja. Dan zouden we zeggen, dank jullie wel. En tot de volgende keer maar weer. Doei! Doei.